allemaal en welkom in weer een nieuwe video. Zoals je wel op ons kanaal hebt gezien, delen wij regelmatig AliExpress shoplog video's. En die vinden we ook echt super leuk om te maken. We testen daarin gadgets en laten gewoon nieuwe producten zien die we hebben gezien, zoals ook kledingstukken. En we dachten, wat is er nou nog leuk om te bestellen op AliExpress? Of wat is nou een leuke AliExpress video? En toen dachten we, hoe tof is een video met al onze ultieme favorieten? Want er zijn superveel producten die we echt nog regelmatig gebruiken. Dus in deze video laten we jullie onze favoriete items zien. Uiteraard zie je in de beschrijving alle linkjes naar alle items die we laten zien in deze video's. Dus dan kan je ze ook gaan bestellen. Dit zijn dus echte aanraders wat ons betreft. En ik zou zeggen, doe vooral alvast een duimpje omhoog als je dol bent op AliExpress video's en je benieuwd bent naar onze favorieten. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal. En doe gelijk eventjes dat belletje aan. En dan zou ik zeggen, laten we gewoon gelijk beginnen met deze video. Er is trouwens geen volgorde in meest favoriet en minder favoriet. Maar we houden wel fashion en lifestyle van elkaar gescheiden. En we beginnen met fashion. Dit badpak heb je waarschijnlijk al heel veel lang zien komen op mijn Instagram account. Of nou, heel veel valt ook alweer mee trouwens. Maar ik heb hem lang zien komen. En dat komt omdat ik er helemaal fan van ben. Deze kostte maar rond de 8 of 9 euro. En ik vind het gewoon een goed badpak. Hij is gewoon mooi hoe hij eruit ziet. Hij schijnt niet door. Hij zit lekker. Ja, ik heb er gewoon heel veel plezier van. Dus mocht je deze willen shoppen, dan vind je het linkje uiteraard weer in de beschrijving. Volgende item is dit Chanel shirt. Het is natuurlijk niet een echte Chanel, maar het staat er wel op. En ik heb deze in een van onze allereerste AliExpress video's laten zien. En na het posten van die video is volgens mij dit shirt ook uitverkocht geraakt bij de verkoper. Of hij verkoopt in ieder geval niet meer. Ik heb er ook heel veel vragen over gekregen. Want het is echt een superleuk shirt. Als ik dus wel nog een linkje kan vinden van dit shirt, of misschien een soortgelijk shirt, of een shirt misschien van een andere verkoper, zal ik hem in de beschrijving zetten. Maar mocht je hem niet kunnen vinden, dan is dus de reden dat ik hem niet meer kan vinden, omdat hij dus zo populair is. Het is echt een super fijn shirt. Het katoenen stofje is echt best wel dik van kwaliteit. Ja. En het voelt gewoon heel erg lekker. En ik vind hem gewoon heel erg cool. Ik heb hem al gecombineerd met langere broeken, shorts, rokjes. Dus dit is echt een favoriet. Nou, dat gave Chanel shirt van Larissa, die kon ik helaas ook niet bemachtigen. Maar ik heb hier wel een ander tof shirt waar ik ook nog steeds heel erg fan van ben. Dat is deze met dat regenboogkraagje. Wat ik nu trouwens ook heel veel in de winkel zie. Bij Bershka en Stradivarius en dat soort winkels. Dus dat vind ik ook best wel hip. Maar ik vond deze kwaliteit ook super fijn. En ik vind hem gewoon heel erg cool eruit zien. Dus daarom is dit ook een favoriet van mij. Nou, we zijn nog niet klaar bij de shirts. Want ik heb hier nog eentje die favoriet is. En dat is het shirt of een boobie shirt. Ik heb deze ook al een keer in een paar video's aangehad. En vaak krijg ik dan nog wel comments erover van, oh, dat shirt kan echt niet. Of tieten. Maar ik vind het gewoon een super leuk shirt. Maar de kwaliteit van ook dit shirt is weer heel erg fijn. Het is een wat dikker stofje katoen. Hij zit gewoon heel erg chill. En het printje die erop zit is ook gewoon heel erg mooi gedaan. Dus dit is echt zo'n eyecatcher op straat en gewoon heel erg lollig, vond ik. En dan heb ik nog een t-shirt. Larissa en ik houden echt van het dragen van t-shirts. Dus vandaar dat we er, ja, dit is nu al de vierde die we laten zien. En deze ziet er misschien een beetje stom uit eigenlijk. Een beetje vleeskleurig, een beetje viezig. Maar ik vind deze gekke tint eigenlijk juist wel heel erg leuk. Ze hadden hem trouwens ook nog in het beige. En het is gewoon een soort van perfecte basic tee. Je hebt hem al heel vaak lang zien komen in video's. En elke keer als ik hem aandoe, krijg ik ook weer vragen over. Maar hij komt dus van AliExpress. En ik vind de fit gewoon heel erg fijn. En vanaf de t-shirts gaan we door naar de tassen. En dit is een hele leuke fanny pack. Ook deze heb ik al een tijdje geleden besteld. En ik ben nog steeds heel erg fan van dit ding. Het is dus, ik kwam er achteraf achter dat het een knock-off is van, geloof, Alexander Wang. Maar desondanks vinden we nog steeds heel erg leuk. Het is dus een nepleren fanny pack wat ik heel erg stoer vind. Met een hele grote chain. En er past echt heel erg veel in. Want er zitten allemaal verschillende vakjes in. Super fijn is dat. Dus ja, gewoon, ik heb deze ook al gedragen op festivals. En het is natuurlijk ook heel erg fijn om gewoon tijdens de zomer en op reis te dragen. Dus ja, hier heb ik al echt heel veel plezier van. Dan heb ik hier ook nog een fanny pack. En deze is wat kleiner, heeft wat minder vakjes dan diegene van Larissa. Maar ik vind hem super cool omdat hij dus zo'n vlammenprintje erop heeft zitten. En voor de rest is hij ook nog eens van lakleer. En ik vind hem ook gewoon heel chill. Het enige nadeel is dus dat deze minder vakjes heeft. Maar verder vind ik de look van deze, ja, hij is heel plat. Dus wat dat betreft extra perfect met uitgaan. Want je wil ook weer niet met zo'n buideltas rondlopen. Maar ja, super nice vind ik deze. Nou, als je mij op Instagram volgt, dan heb je deze tas misschien al voorbij zien komen. Ik ben deze zomer echt helemaal into de rieten tasjes. En dit noem ik eigenlijk een beetje het soort van Bali tasje. Als je naar Bali gaat of daar wel eens bent, dan zal je waarschijnlijk heel veel meiden met zo'n tasje zien lopen. En ik vond het ook gewoon een hele leuke look. En blijkbaar heb je ze op AliExpress ook gewoon. Ja, ik denk eigenlijk dat je gewoon alles op AliExpress kan vinden. Dus toen ik iets had van, ik wil eigenlijk ook zo'n Bali tasje, maar ik heb nog geen trip naar Bali in het vooruitzicht, dacht ik gewoon, AliExpress. Found it! Dus dit tasje vind ik echt super leuk. Heb ik al heel vaak gedragen, want het is echt zo'n lekker zomers voor je outfit. En ja, ik ben er echt super blij mee. En ook dit rieten tasje heb je al heel erg vaak voorbij zien komen. Sinds dat ik deze binnen heb gekregen, draag ik hem echt bijna elke dag. En dit is dus ook een rieten tasje, maar net ietsje anders dan die vorige. Dus een iets zachter materiaal en hij is ietsje groter. Hij heeft hierboven dus een kleine hengsel en ook een langere. Binnenin zit ook nog een rits. Deze is ook echt helemaal top. Heb ik al zo vaak gebruikt. En, je krijgt er ook super veel vragen over. Ja, inderdaad. Ja, wat Tara zegt inderdaad. Ik heb al heel veel linkjes via Instagram direct gestuurd. Ik heb het ook al een keer gedeeld op mijn stories. En als mensen dan te laat waren, was het... kan je hem nog even delen? Dus... ja, superleuk eigenlijk om te horen. Mocht je deze al besteld hebben of dat andere tasje, stuur ons eventjes een foto, tag ons erin. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te zien als jullie ook iets hebben besteld bij AliExpress, wat wij bijvoorbeeld ook nog al hebben. Dan zijn we AliExpress, tas, t-shirt, twinnies, wat dan ook wat je ook hebt besteld en wat wij hetzelfde hebben. Dus tag ons er zeker even in. Volgende item waar we allebei helemaal fan van zijn, zijn deze hangers. En het ziet er nu een beetje gek uit, maar ze hebben dus 3 hangertjes in 1. Dat betekent dus dat je 3 t-shirtjes achter elkaar kan hangen op de plek van 1. En dat betekent dus dat je veel meer kleding kwijt kan in je kledingkast. Wat nog best wel van pas kan komen als je veel kleding hebt, zoals wij. Maar het staat natuurlijk ook wat opgeruimder. Dus dat vind ik wel echt heel erg chill. En de kleurtjes kan je niet kiezen voor deze. Nee, ik weet het. Je krijgt volgens mij gewoon een paar kleurtjes opgestuurd. Want ik heb namelijk bruin, groen en wit. Echt? Ja. Oh. Heel random en jij hebt roze. Maar goed, deze is in ieder geval echt super handig. Ik gebruik hem voor mijn crop tops vooral. En daar heb ik heel erg veel van namelijk. Dus mocht je ook deze hangers nodig hebben, klik dan op de link in de beschrijving. Volgende item waar ik ook echt helemaal obsessed mee ben, is het zonnebrillenkoordje. Het is echt iets gewoon wat... vroeger waarschijnlijk je opa en oma hadden. Of misschien wel je ouders nog steeds. Mm-hmm. Super ouderwets. Maar ik zweer het je dat ik gewoon liever niet het huis uit ga zonder dit ding. Vooral wanneer ik een beetje wat duurdere bril draag. Dus het is echt een super simpel ontwerp. Gewoon lekker om de poses van je zonnebril doen. En het zorgt gewoon voor dat je hem om je nek kan hangen. Ik dacht, demonstreer het eventjes. Ik vind het oprecht best wel cool staan eigenlijk. Cool. Juist omdat het zo oldschool is. En ik heb ook wel ervaring met het kwijtraken van zonnebrillen. Ja. Dus daarom neem ik liever geen Ray-Bans mee naar een festival. Maar op deze manier is het toch iets veiliger. Ja, dus je kan hem dus gewoon zo om laten hangen, wat heel erg chill is. Dus eigenlijk als je hem afdoet... eigenlijk wil ik zeggen? Maar je kan hem alleen laten hangen, toch? Ja. Hallo, ik ben eigenlijk een video aan het opnemen. Dus het is inderdaad verleden tijd om je bril zeg maar ergens in je t-shirt te doen. En als je dan bukt en dat het valt er altijd uit. Of je hoeft hem ook niet meer in je haar te doen. Dus het zit altijd vast in je haar. Ja. Problem solved. Nou, ja, ik vind het best wel leuk staan. En ik heb hem bij de verkoper waar ik hem dus heb besteld, hadden ze 3 kleuren. Volgens mij goud, zilver en gunmetal. Dus een soort van donkergrijs. Gunmetal is leuk. Maar ik denk eigenlijk gewoon dat ik die andere 2 kleuren ook ga nemen. Dan hoef ik ook dus niet te... Ja, dan hoef je niet te wisselen tussen koordjes tussen de zonnebrillen. Dus ik dacht... Smart. Ik wil ook. Dat ga ik doen. En ze zijn echt super goedkoop. Dus. Nou, dit hier in mijn hand is een theezeefje. En dit ding gebruik ik zo... Ik kom gewoon niet meer aan mijn woorden. Dit ding gebruik ik zo ontzettend vaak. Want hij is zo ontzettend relaxed. Je zet hem gewoon in je theebekertje. Je gooit er wat losse thee in. En je haalt hem eruit en that's it. Dus je hoeft niet te rommelen met van die papieren zakjes om losse thee in te doen. Of met van die thee-eieren en dat soort dingen. Waar uiteindelijk altijd nog thee ontglipt. En zit alsnog weer in je mond. En hier zit gewoon alles veilig in. De gaatjes zijn heel klein. Dus je hebt sowieso geen losse theebladeren in je mond. Ja, ik vind het gewoon super chill. En hij was heel goedkoop. Dus... echt een toppetje. Volgende item herken je misschien nog wel uit een van onze laatste telefoongadgets video's. En daarin had ik namelijk zo'n heel grappig plastic plakding besteld. Wat eigenlijk bedoeld is om je telefoon op te plakken. En dan bijvoorbeeld op een raam of een muur of zo. En toen lieten we al in de video weten dat we deze ook heel erg handig vonden om te gebruiken om je messen op te plakken. Als een soort van messenblok. Nou, ik kan je vertellen dat sinds die video is dat ding niet meer van de muur afgegaan. En gebruik ik het inderdaad op die manier. Dus allemaal messen hangen daar een beetje tegenaan. Ik moet zeggen dat ik eens in de 2 weken of misschien iets minder of zo, hoor ik soms wel een mes eraf vallen. Oh, echt? Dus weet je wel, het lukt niet altijd. 9 van de 10 keer blijven de messen echt super goed zitten. En daar ben ik echt heel erg blij mee om het op deze manier te gebruiken. Dan heb ik ook nog een keukengadget. En deze is eigenlijk echt super simpel, maar ik heb hem altijd in gebruik. En dat is het plastic dingetje hier. Ik kan het ook al een beetje zien. Ja, hij is echt nasty. Ik had hem op zich kunnen schoonmaken voor deze video, maar dat heb ik niet gedaan. Sorry. Maar dit is een sponshoudertje. Die heeft dus hier 2 zuignapjes. En die doe je gewoon op je muur. En dan doe je hier een sponsje in. En dan kan die zo uitlekken. Want ik heb geen vaatwasser. Dus ik moet alles met de hand doen. Alles met een sponsje het liefst. En dan kan die lekker uitdruppen. In plaats van dat die dan in je wasbak ligt te meuren. Dus ja, super chill. Super simpel eigenlijk. Maar heel erg handig. Volgende item is ook een keukenitem. En dat is dit super schattige kattenlepeltje. Ik weet niet eens meer wanneer ik deze heb besteld. Maar ik had er eentje voor jou en voor mij besteld. Volgens mij was het tijdens de kerstcadeautjes video. Ja. Dus het is een heel leuk kattenlepeltje. En hij is heel erg handig omdat hij van die pootjes heeft die iets omhoog steken of naar voren steken. Waardoor je hem zeg maar zo in je beker kan hangen. Ja. Wat heel erg handig is, want ik heb soms bekers die net iets te lang zijn. En dan verdwijnt hij erin en dan is dat lepeltje weer te heet. Dan kan je die nu vastpakken. En we hebben dus gekozen voor zo'n superleuke olieachtige kleur met allemaal van die verschillende dingetjes. Ik heb dit lepeltje ook al meerdere keren in de vaatwasser gehad. En ik moet zeggen dat hij nog steeds echt heel erg goed uitziet. Dus ja, kwalitatief gezien denk ik ook zeker dat het een hele goede koop is geweest. En het ziet er gewoon heel erg schattig uit. Serena heeft hem ook gekocht. En, oh ja, dat klopt inderdaad. Ik heb hier een heel leuk fotootje gestuurd naar Tara en Serena. Ze heeft net een koffietje gemaakt met heel veel schuim. Oh ja. En dan had ik het labeltje erin gedaan. En dan was het echt zo van Kitty in een foam bath. En ja, op dat moment was het heel erg grappig. Serena en Tara moesten ook lachen op dat moment. Dus het was echt grappig. Maar het is gewoon een heel schattig ding. Dus dan is alles leuk. Anyways, linkje in de beschrijving. Dan heb ik hier een hele simpele gadget voor in de badkamer. Nu ik dit trouwens, volgens mij heb ik deze nog nooit in een video laten zien. Nee, want ik weet dus totaal niet waar ik nu naar loop te kijken. Oké, nou, dit is gewoon een heel simpel plastic houdertje met een zuignap. En hier kan je je scheermesje in hangen. Dat is super chill, want ik leg ze liever niet neer. Want dan gaat dat mooie stripje, die wordt dan blubberig en dan gaat het eraf. Dus dan kan je mooi erin hangen en dan kan die lekker drogen. En dit kost echt maar 50 cent of zo. En ik vind het echt heel handig. En dan nog iets voor in de badkamer. Wat misschien niet per se goedkoper is via AliExpress. Maar wel heel erg handig. Dat zijn dit soort bakjes. Ik vind ze heel erg schattig. Het heeft een beetje zo'n Scandinavisch printje met van die kruisjes. Het hoeft ook helemaal niet per se in je badkamer te staan. Maar het is wel handig. En de binnenkant is een beetje glad. Dus je kan het makkelijk schoonmaken. En ik gebruik dit om mijn borstels en speldjes in te doen. Maar je kan er uiteraard ook shampoo in bewaren. Of je doet het in de keuken en je doet er andere dingen in. Je kan er alles in bewaren wat je wil. Dat is wel fijn hè, dat het helemaal hard is. Het is heel stevig van metaal hier. En boven, oh nee, de onderkant niet trouwens. Maar het blijft gewoon allemaal lekker omhoog staan. En ik vond het gewoon heel erg schattig. Volgende item is volgens mij ook uit een van onze laatste telefoongadgets video's. En dat is dit hoesje. Sinds die vorige video heb ik deze gewoon op mijn telefoon gedaan. En is er niet meer van afgekomen. En het is echt een favoriet. Ten eerste vind ik het printje gewoon heel erg mooi eruit zien. Het heeft ook een beetje een soort van reliefje wat wel heel erg mooi is. En wat ik gewoon heel erg fijn vind is dat hij dus die 2 opties heeft. Je kan hier iets omhoog zetten. Dan kan je hem dus neerzetten. En dan blijft hij gewoon lekker staan. Maar je hebt hier ook de optie om een soort van rubbertje naar beneden te trekken. En dan kan je je vinger er doorheen doen. En dan heb je gewoon wat steviger je telefoon in je hand. En verder is het gewoon een super stevig hoesje. Echt gewoon heel chill. Goede kwaliteit inderdaad. Dus, ja, en wat heel chill is... Sorry hoor dat ik door je heen praat. Maar wat ik gewoon heel chill vind is dat je die slingrape weer kan verbergen. Waardoor die gewoon lekker plat is. Dus je hebt niet de hele tijd zo'n bol ding op de achterkant zitten. Super fijn. De knopjes werken ook allemaal heel erg goed. Hij loopt ook ietsje door aan de voorkant. Dus als je hem neerlegt ligt hij ook niet direct op het glas. Wat wel heel erg fijn is. Dus ja, dit is een hele fijne. Dit is ook nog een favorietje. Dit is een matje voor in het zwembad of voor in de zee. En hij is heel erg makkelijk in gebruik. Misschien heb je de video al gezien, want die hebben we laatst nog online gezet. We hebben hem namelijk getest in Kroatië. En ik kan je alvast verklappen, we waren heel erg onder de indruk. Je kan er namelijk echt super chill in hangen. Hij is licht, hij is makkelijk mee te nemen. Dus hij is echt heel erg nice. En ik denk... Ja, dat het wel heel erg leuk is om deze steeds mee te nemen. Hopelijk hebben we alles gedeeld. Dit waren in ieder geval de favorieten die meteen in ons opkwamen toen we eraan moesten denken. We zijn ook heel erg benieuwd naar jouw favorieten. En misschien kan je wel een linkje delen of gewoon de naam van het product delen. Want die willen we natuurlijk even opzoeken. Dat vinden we wel heel erg leuk om te horen. Want ja, laten we even eerlijk zijn, niet alles van AliExpress is een succes. Er zijn ook dingen die helemaal geen succes waren. uiteindelijk. Maar dit waren voor ons echte toppers. Ik hoop dat je dit een leuke en handige video vond. Nogmaals, alle linkjes naar de items staan dus in de beschrijving. Mocht je nog vragen hebben over bepaalde items, kan je die natuurlijk ook altijd vragen. En ik zou zeker zeggen, doe vooral een duimpje omhoog als je hem weer gezellig vond. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien we jullie heel snel weer terug in de volgende video. Doei!